Yo mafketels, mijn naam is Stijn en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben tering excited, want ik heb een nieuwe motor gekocht. Althans, voor mij nieuw. Ik zal zo zeggen welke het is, maar hier alvast een kort spoilertje, want het is namelijk een Kawasaki. Maar als je mijn Instagram in de gaten hebt gehouden en daarnaast ook die kleine spoilertjes hebt gezien op YouTube, dan weet je dat er een nieuwe serie aankomt waarin ik nieuwe en oude motoren ga testen. Dat we nieuwe motoren gaan testen is natuurlijk logisch, want ja, ze hebben natuurlijk steeds meer nieuwe snufjes en de techniek wordt steeds beter, dus dit willen we natuurlijk in de praktijk even gaan testen. Maar daarnaast is het soms ook super interessant om te zien hoe zo'n oude motor nou in elkaar zit, eruit ziet, loopt enzovoort, want ook dat is soms echt goud om te zien. En ja, we zullen dus ook oude tweetakt motoren gaan testen. Ook zullen er soms gasten aanwezig zijn, gezien zij veel meer weten van motoren dan ik. Daardoor kan je er ook echt nog wat van leren tijdens deze serie. Maar daarnaast zullen we bepaalde dingen altijd testen met elke motor, zoals bijvoorbeeld een 0 tot 100. Maar weet jij nou of heb jij nou een locatie in de regio Betuwe waar we meerdere van dit soort testen kunnen doen? Mail dat even naar ons, link staat in de beschrijving en wie weet kunnen we daar elke keer een test doen. Ik laat jullie niet langer wachten, dit is mijn Kawasaki ZXR 400. Een 400 uit de jaren 90 noemen ze ook wel een pocket rocket. Maar waarom eigenlijk? Net als in de jaren 80 was de MotoGP in de jaren 90 enorm aan het groeien. Zover als men wist reed elk merk op dat moment met de snelste tweetakten ooit. Vier cilinders, tweetakt, 500 cc monsters, schoten over de baan. En ook vaak ernaast. Maar om enigszins deze beleving ook op de weg te geven kwamen alle Japanse merken met 400 cc vier cilinders. Viertakt. Ja, helaas zou je kunnen zeggen, maar hierdoor waren ze wel enorm betrouwbaar en konden ze door de vier superkleine cilinders net zulk jankend geluid maken als de tweetakten. Want ja, in mijn geval draait de mijne 14.500 toeren met vier 57 mm zuigers. Die zijn net zo groot als de zuiger van Honda Marxen NB. Daarachter zitten vier 32 mm keienkarburateurs. En dat in combinatie met mijn competitiepijp maakt het volgende zieke geluid. Verder heeft deze fiets een drooggewicht van maar 160 kilo, het is de L-versie, en gaat hij van 0 tot 100 in 4,3 seconden. Dat is voor een 400cc echt heel erg snel. Maar dan is natuurlijk de vraag, is dit ook echt waar? Nou, dat is toch ziek? Holy moly, jongen. Voor een 400 viercilinder, hè? Dit, mensen, is echt een pocket rocket. Ik ben er compleet van overtuigd. En ik snap echt compleet waarom de Japanners deze series van al die Japanse motormerken de pocket rockets noemen. Echt. Holy moly, wat een acceleratie. Voor zo'n klein ding is dit echt insane. Zoals jullie al aan mij hoorden, met de power ben ik blij. Zit er dan ook nog iets speciaals op deze motor? Ja en nee.
deze Kawasaki heeft K-RAS, Kawasaki Ram Air System. Die fancy looking gaten in de front met stofzuigerslangen eraan, ja, die zien er niet alleen uit als een zieke conceptmotor, maar ze hebben ook nog echt nut. Lucht wordt namelijk direct door de slangen van voren het luchtfilter ingeramd en hierdoor zou je in theorie een stuk meer vermogen halen uit je fiets dan via een gewoon of race filter. Maar hoe zit het dan met de bochtenwerk? Want we gaan niet alleen rechtuit. Als we een leuke S-bocht pakken op de dijk voel je pas echt wat die ZXR eigenlijk kan. Je kan bochten zonder moeite aansnijden. Als ik dit vergelijk met andere motoren waarmee ik heb gereden, en ik denk dat ik er nu ongeveer zo'n, dacht ik net, 13 gereden heb, ex-snelle brommers, is dit by far de ziekste motor om bochten mee te maken. Elke keer weer, wanneer je de dijk opgaat, kan je verder schuin en verder en, nou ja, je snapt me. Tegelijk moet ik eerlijk zijn, sta je stil, dan heb je voor een klein ding als dit de draaicirkel van een walvis. Volledig links of rechts sturen is gewoon letterlijk met het rubber van je handvaten tegen het frame. Over naar de instrumenten van de motorfiets. Heel simpel, alles behalve luxe. Hoeft ook niet, want het is natuurlijk een racer. We hebben een snelheidsmeter. Dit is een jaren 90 fiets, maar digitaal de standen. My ass. Analoog toegeteller. De tellers zijn overigens erg accuraat. En dan zal je rechts een benzinemeter verwachten. Een temperatuurmeter. Ja, je dagteller is bij deze fiets erg belangrijk. Ik gebruik hem ook echt elke dag. Want dan weet je ongeveer wanneer je op een plek als de snelweg natuurlijk voelt. Hij moet op reserve. Ja, dan moet je serieus naast je been je kraan omdraaien terwijl je sowieso 100 plus ging en doe je het niet snel genoeg, dan gaat je brandstofpomp leeg en kan je echt even gaan wachten op de vluchtstrook. Maar los van de paar minpuntjes, ook al zijn dit punten bij een sinds 1989 uitgekomen ZXR, wat we vergelijken met nowadays bikes, ben ik enorm tevreden met mijn eerste motor. Oh ja, en had ik al gezegd dat ik met mijn vader naar Spa-Francorchamps ben gereden op de motoren, niet vaak onder de 130 heb gezeten, want ik reed achter een CBR 1000 aan, en alsnog 1 op 20 reed? Ik moet wel zeggen, omdat die Kawasaki zo rauw is, en dat zei bijvoorbeeld Kok van Heuvel ook van Seiya Classics, en dat is een echte Japaner kenner, die heeft ook op bepaalde momenten, ik denk wel meer dan 100 Japanse motorfietsen en bromfietsen in zijn bezit gehad in één keer, zeg maar. En die kerel zei ook dat Kawasaki zijn rauw. Je moet best wel hard houden door de versnellingen heen. Je koppeling is zwaar, hij pokt in één keer op. Je moet best wel tikken geven aan een Kawasaki die enigszins oud is. Dus soms dan schiet je toch nog net in die vrij, of dan gaat hij net niet uit die vrij. Dat is alleen het enige wat mij soms een beetje irriteert. Dat soepelen, dat is hier niet bij. Voor de rest, als je eenmaal boven die 2 bent, dan is het echt gewoon gaan met die banaan. Dus dat is wel heel stoer en dat vind ik ook wel heel lekker gaan, heel soepel. Er komen trouwens binnenkort, want de mensen vragen erom, ik weet dat jullie vinden het ook gewoon een leuke brommer. Er komt weer een serie aan van de Honda MT, iets, want dat is nou net dus de vraag. En ja, weet je, die MT5, ik wil hem eigenlijk gewoon een motorkenteken zetten. En omdat ik hem weer een motorkenteken wil zetten, gaan we dus weer verder met de anti-box status en anti-rollenbank serie. Alleen dit keer om hem dus te keuren naar een motorfiets. Maar wat we dus gaan doen, we gaan weer bellen met de RDW, we gaan een afspraak maken bij de RDW en we gaan dus kijken wat de mogelijkheden zijn, dus met welk blok bijvoorbeeld, welke cc-inhoud. Waarmee we dus de MT mogen keuren naar motorkenteken. Want dat is nogal een discussiegeval ook tussen Honda M-leden of überhaupt bromfietsliefhebbers en motorliefhebbers. Wat mag nou wel of niet precies onder die fiets zitten als ik hem wil keuren van brommer naar motor? Nou, dan gaan we achterkomen in die afleveringen, dus in de serie waar we gewoon mee verder gaan. En dan weten we uiteindelijk 100% zeker dat we nooit meer last gaan hebben van een bokstatus of een rollenbank met de MT5. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je dit tof vindt en ik hoop dat je dit vaker wil zien. Geef dus sowieso zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog en zet in de beschrijving hier beneden wat je van mijn motor vindt en wat je van dit soort video's vindt. Want des te vaker we dat doen, des te meer mensen het kunnen zien. Ben je nieuw of nog niet geabonneerd? Het is natuurlijk gratis. Doe dat dan nu en druk ook sowieso op het belletje, zodat als er een nieuwe video is, jij ook sowieso een melding krijgt. Later!